En nu de weersverwachting, die geldt tot en met morgen 14 juni. Vanavond komen er overwegend in het binnenland enkele regenbuien voor en mogelijk onweer. Aan het eind van de nacht ontwikkelt zich nevel of mist in bepaalde bosrijke gebieden. Vannacht zal het droog zijn in Marowijnen, Kommewijnen, Paramaribo, Wanica, Saramaka, Koroni en Nikeri. In Para zal er af en toe een lichte tot matige bui voorkomen, maar zal het voor lange tijd droog zijn. In Brokopondo zal het tijdelijk bewolkt zijn en in Sipaliwini komen er perioden voor met onweersbuien en soms windstoten. Morgenochtend blijft het overwegend droog. In de middag en avond lokaal lichte, soms matige buien en enkele geïsoleerde onweersbuien. De meteorologische dienst waarschuwt dat er morgen, vooral in het kustgebied, lokaal een matige onweersbui of zware bui mogelijk is.